dichter op die eerste rij zit aan de andere kant. Ja, dat denk ik wel. Dit zit in haar sprekers, dus dan zit er sowieso niet. Misschien moeten we even, zet het water even bij, ik vind het moeilijk even verschuiven. Ja, precies. Oké, okay, ja, dus. Ja, ik denk misschien even. Ik ga het met de instrument maken. Ja, hebben ze. Is dat was hier net wel een Thank you.
Dames en heren, welkom bij de presentatie van het WER-rapport De publieke kern van het internet naar een buitenlands internetbeleid. Speciaal welkom voor de minister van Buitenlandse Zaken, Bert Koenders. We zijn erg blij dat het gelukt is voor u om niet alleen tijd vrij te maken, de tijd ook vrij te houden om hier te zijn. Te midden van alle internationale urgentie en turbulentie. We zijn daar zeer blij om. Dames en heren, het rapport gaat over de publieke kern van het internet. En het internet heeft een toekomst met een zeer lange termijn. Althans, dat hopen we en dat vinden we noodzakelijk. Tegelijkertijd is het ook een zeer actueel onderwerp voor hier en nu. Heeft sterk te maken, die actualiteit, met de sterke verwevenheid van de Nederlandse samenleving en economie met het mondiale internet. Dat heeft bijzondere implicaties voor het buitenlandbeleid. Daar gaan we straks meer over horen, daar gaat het rapport over en daar doet de WER ook aanbevelingen over. Het programma is als volgt. Eerst zal professor Dennis Broeders, de projectcoördinator van dit adviestraject, een toelichting geven. Vervolgens wordt het rapport overhandigd aan de minister, die dan zal reageren. We hebben begrepen dat u drukke werkdag vereist, dat u vervolgens zich spoedt naar het volgende agendapunt. Wij kunnen een interessant debat tegemoet zien onder leiding van Ruben Maas. En daaraan zullen deelnemen Marietje Schaken, Nico van Eyck en Wil van Gemert. Je zult ze straks verder introduceren. Na afloop wordt u uitgenodigd om met ons een lunch te gebruiken en na te praten over het thema, in het bijzonder ook met de projectgroep. En uiteraard zal het rapport voor u klaar liggen. Het woord is aan Dennis Broeders. Excellentie, dames en heren. In 2013 en 2014 organiseerde de WRR samen met de directie strategie van het ministerie van VNJ een serie cyberdialogen, waarin vier bloedgroepen van het internet bij elkaar kwamen. Bedrijfsleven, civil society, wetenschap en overheid. Een van de zaken die mij daarvan altijd is bijgebleven is dat veel van die discussies over het internet eindigden in de constatering dat daar alleen internationaal iets aan te doen valt. En daar bleef het dan vaak bij. Het was opvallend dat het denken, ondanks de grote kwaliteit van de deelnemers en hun internationale netwerken, daar toch vaak stokte. Het rapport De publieke kern van het internet, dat de WRR vandaag presenteert, neemt de internationale uitdaging van het reguleren van het internet daarom juist als vertrekpunt. Het was een weloverwogen keuze om in dit rapport bij de buitenlandagenda te beginnen en niet te eindigen. Dit rapport betoogt dat er een kern van internetprotocollen en standaarden is die als een mondiaal publiek goed gezien kan worden en als zodanig beschermd dient te worden. Dat geldt niet voor het hele internet. En het geldt ook niet voor het internet als een publieke ruimte. Maar het geldt wel voor een deel van de hard en de software waar het internet zoals wij het kennen op draait. En het gaat daarbij voornamelijk om het internet van onder de motorkap. Bij mondiale publieke goederen gaat het om baten die voor iedereen in de wereld die alleen door gerichte actie en samenwerking te realiseren of te behouden zijn. In het geval van het internet zijn deze baten vooral het resultaat van de werking van kernprotocollen van het internet, zoals TCP en IP, het internetprotocol, verschillende standaarden, het systeem van domeinnamen en routingprotocollen. Die publieke kern van het internet is van essentieel belang voor het internet zoals wij het kennen en gebruiken. Als we niet op de werking en de integriteit van deze kern kunnen vertrouwen, kunnen we ook niet vertrouwen op het enorme sociaal-economische bouwwerk dat we bovenop die infrastructuur hebben gebouwd. En we hebben ons met huid en haar aan het internet verbonden. Soms is dat wellicht triviaal, ons sociale leven, Facebook, Twitter, Instagram. Steeds vaker is dat ook absoluut vitaal. Denk aan betalingsverkeer, kritische infrastructuren, de informatiehuishouding van individuen, bedrijven
instellingen en overheden. Allemaal gekoppeld en vertakt aan en via het internet. Als de kernprotocollen van het internet worden gecorrumpeerd, wordt het internet onbetrouwbaar. En wie durft er dan nog te internetbankieren? Kunnen we onze privé- en zakelijke communicatie dan nog wel aan het internet overlaten? Als we weten dat er doelbewust gaten worden gemaakt in protocollen en in hard- en software, dan erodeert dat op termijn ons vertrouwen in het internet. En in de zwartste scenario's kan het uitbuiten van kwetsbaarheden in de kernprotocollen en infrastructuren leiden tot een ontwrichting van samenleving en economie. Omdat Nederland een belangrijk internetknooppunt is, met een sterk gedigitaliseerde overheid en samenleving, en de ambitie heeft om de digitale poort tot Europa te zijn, kan het belang van een goed functioneren van het internet eigenlijk nauwelijks overdreven worden. Nederland is een wired nation. En dat maakt het functioneren en de integriteit van die mondiale publieke kern in feite een verlengd nationaal belang van Nederland. Het mondiale belang valt hier eigenlijk naadloos samen met het nationale belang. Tegelijkertijd is het beschermen van die publieke kern van het internet geen eenvoudige opgave. Zeker niet als we daar het internationale speelveld in betrekken. Zo is het internet van de economie en de innovatie steeds meer het internet van de internationale veiligheid en onveiligheid geworden. Cybercrime, digitale spionage, digitale oorlogsvoering en cyberaanvallen domineren het nieuws. En daarmee is het internet ook een kwestie van nationale en internationale veiligheid geworden. In Nederland, in Europa, in de wereld. Ook zijn de internationale verhoudingen op het internet snel aan het verschuiven. Het internet is allang geen transatlantisch onderonsje meer. Nieuwe talen, nieuwe landen, nieuwe gebruikers zijn sterk in opkomst. En dat betekent ook dat andere overheden met andere ideeën over de rol en plaats van het internet zich in dat internationale governance debat mengen. En het internet is een oneindige bron van data geworden. Data zijn volgens sommige analisten de nieuwe olie. En waar olie in het spel is, spelen grote economische en politieke belangen. En dat is op het internet zeker niet anders. Er zijn dus meer staten die zich met het internet zijn gaan bemoeien. En die staten bemoeien zich ook meer met het internet. Vanuit het perspectief van een mondiaal publiek goed kan die bemoeienis zowel positief als negatief zijn. De Nederlandse strijd voor netneutraliteit, die nu weer in de volle hevigheid is losgebarsten op het Europese toneel, is een mooi voorbeeld van het eerste. Europarlementariër Mariet Schaake hier op de eerste rij kan daar over meepraten. In de laatste jaren is het echter ook steeds normaler geworden dat staten, en soms ook bedrijven, de infrastructuur en de centrale protocollen van het internet zelf als een legitiem instrument zien om nationale of economische belangen te bevorderen. Instrumenteel gebruik van het internet kan het mondiale publieke goed beschadigen en het vertrouwen dat we in het internet hebben laten eroderen. Die problemen komen aan de oppervlakte in verschillende dossiers die we in dit rapport bespreken. Ik noem er hier een paar. Zo zijn er verschillende vormen van censuur en surveillance die gebruik maken van centrale internetprotocollen en van de diensten, tussen zware aanhalingstekens, van internetintermediairs als internet service providers. Denk ook aan het debat over het beheer van IP-adressen en domeinnamen, de zogenaamde IANA-functie. Dit debat, dat nu volop gaande is, kan erop uitlopen dat dit beheer meer een speelbal van nationale politieke belangen wordt. En dat kan weer gevolgen hebben voor de vindbaarheid van websites en gebruikers. Denk aan de online activiteiten van inlichting- en veiligheidsdiensten en militaire cybereenheden, die de integriteit van de publieke kern van het internet ondergraven door hardware, software, protocollen en standaarden te compromitteren en kwetsbaarheden in hardware en software, de zogenaamde zero days, geheim te houden. Deze activiteiten maken het collectieve internet onbetrouwbaarder en onveiliger. Of in de woorden van internet security specialist Bruce Schneier, you can't build a backdoor that only the good guys walk through. Denk aan de wetgeving op het gebied van auteursrecht in relatie tot het internet, dat gebruik maakt van DNS-blokkades om content te blokkeren en gebruikers uit te sluiten. Bijeffecten zijn vaak overblokkering en schade aan het DNS-adressysteem dat het internet voor gebruikers ontsluit. Een van de leuzen van het verzet tegen een aantal spraakmakende wetten op dit terrein was het veelzeggende don't break the internet. En denk aan sommige vormen van internetnationalisme en datanationalisme.
waarbij staten een deel van hun internet willen afschermen en met name die vormen die ingrijpen op routingprotocollen. In extreme vormen versplintert het internet hierdoor. Instrumenteel gebruik van het internet brengt dus grote risico's met zich mee. De WRR concludeert daarom dat nationale overheden uiterst terughoudend moeten zijn met beleid en operationele activiteiten die ingrijpen op de kernprotocollen van het internet. Dat geldt ook voor private partijen die voor deze publieke kern een speelfunctie vervullen. De vraag is vervolgens welke bijdrage Nederland daaraan kan leveren. Vanwege het overkoepelende belang van internetveiligheid en het internationale karakter van de publieke kern van het internet, dient het internet een speerpunt van het Nederlandse buitenlandbeleid te worden. Naast traditionele speerpunten, zoals handel, mensenrechten, vrede en veiligheid, zou de regering een buitenlands internetbeleid moeten prioriteren en uitwerken. Daarbij geldt wel dat practice what you preach eigenlijk de meest solide basis is voor een geloofwaardig buitenlandbeleid. Bij nieuwe nationale wetgeving moet de vraag of Nederland hiermee internationaal voor de dag kan komen dus een belangrijke overweging zijn. Waar zou dat buitenlands internetbeleid uit moeten bestaan? De WRR werkt dit in 3 meer specifieke aanbevelingen uit. In de eerste plaats gaat het erom de bescherming van de publieke kern van het internet internationaal te agenderen. Dat vergt een aanzienlijke diplomatieke inspanning. Dat kan door het vastleggen en verspreiden van een internationale norm waarin de centrale protocollen van het internet worden aangemerkt als een neutrale zone waarin overheidsbemoeienis omwille van nationale belangen niet geoorloofd is. Het is ook van groot belang om daar haast mee te maken. De komende jaren zet de digitalisering zich in vele landen verder door. En het is zeker geen gegeven dat deze landen de publieke kern van het internet zullen ontzien bij het uitwerken van eigen nieuw nationaal beleid. Bovendien heeft over een aantal jaren een veel grotere groep landen cybercapaciteiten die nu slechts in handen zijn van enkele grootmachten. Wat nu cutting edge is, is over 5 jaar gemeengoed. Als in die tussentijd de norm postvat dat staten vrijelijk kunnen bepalen of ze wel of niet willen ingrijpen in de centrale protocollen van het internet om eigen belangen veilig te stellen, heeft dat een uitermate schadelijk effect op het internet als een publiek goed. Deze norm zou in verschillende internationale fora verankerd moeten worden om zo een kiem te planten die uiteindelijk uit kan groeien tot een breder regime. In de tweede plaats is het van belang om verschillende visies om veiligheid in relatie tot het internet van elkaar te onderscheiden en te ontvlechten. Met name de technologische visie op internetveiligheid, die zich richt op de veiligheid van het netwerk als geheel, en de benadering die vertrekt vanuit nationale veiligheid, waarin nationale belangen boven die van het netwerk uitgaan, moeten van elkaar onderscheiden zijn. De internationale samenwerking en het vertrouwen die nodig zijn om de veiligheid van het internet als een infrastructuur te versterken, komen onder druk te staan als nationale veiligheid een te grote rol in die wereld gaat spelen. Dat vereist een duidelijke afbakening en scheiding van taken en een internationale en nationale discussie over de vraag hoe voorkomen kan worden dat ingrepen vanuit het perspectief van nationale veiligheid de veiligheid van het internet zelf ondergraven. En in de derde plaats vraagt een buitenlands internetbeleid om een verbreding van het diplomatieke werkveld. Door de demografische en geopolitieke verschuiving op het internet gaan andere stemmen dan de Amerikaanse en de Europese in de nabije toekomst harder spreken. En daar zullen ook andere economische en politieke ideeën in doorklinken. Het is daarom zaak om een brede diplomatieke inspanning te plegen om met name de zogenaamde swing states ervan te overtuigen dat het ongemoeid laten van de publieke kern van het internet een belang is van alle staten. Het gaat er ook om private partijen expliciet onderdeel te maken van het buitenlands beleid. Daarbij gaat het om internetgiganten zoals Google en Apple, maar ook om ISP's en andere internetintermediaire actoren die, soms tegen wil en dank, steeds meer betrokken worden bij het reguleren en het surveilleren en het patrouilleren van het internet. Dames en heren, ik rond af. Een diplomatieke agenda vraagt ook om een diplomatiek momentum. En dat is er. Over 2 weken barst in het World Forum in Den Haag de Global Conference on Cyberspace los. 1500 deelnemers vanuit de hele wereld die samenkomen om het over de toekomst van het internet te hebben.
Met veel plezier biedt de WGR het rapport daarom aan minister Koenders, de gastheer van deze conferentie, aan. Ik hoop dat het rapport bijdraagt aan een nationale en internationale diplomatieke agenda die met deze conferentie begint, maar daar zeker niet eindigt. Dank u wel. Meneer minister. Geachte leden van de WHR, dames en heren, dank u. Ik val maar direct met de deur in huis voor een belangwekkend en vernieuwend rapport dat uitstekend aangeeft welke belangen er op het spel staan en hoe een land als Nederland daarop zou moeten reageren. En zo zei u zo net, en wie ben ik om het tegen te spreken, het is altijd goed als u begint met het buitenlands beleid als het gaat om de publieke kern van het internet. Veel dank ook dat juist op dit moment u dit rapport aan de regering presenteert. We zijn bijna 3 weken verwijderd van de Global Conference on Cyberspace, de GCCS. En ik ben zeer blij dat ook onze special envoy, Uri Rosenthal, een van mijn voorgangers hier aanwezig is, die zo'n grote rol speelt om dat in goede banen te leiden. En Buitenlandse Zaken staat op het ogenblik helemaal in het teken van deze belangrijke conferentie. En als het gaat om cyberspace en cybersecurity, lopen we ook inhoudelijk gelukkig in de voorhoede mee. Amsterdam is een belangrijke stad als knooppunt voor internetdiensten. En aan de manier waarop we Nederlanders nadenken over en meewerken aan het zekerstellen van een open, vrij en veilig internet, is het belangrijk om dit debat vanmorgen te voeren. En de samenstelling van uw panel, ik zie het panel hier voor mij zitten, zal debatteren, denk ik, over de inhoud van dit rapport. En dat maakt het ook duidelijk. Ik zie Marietje Schaken. Ik denk, u bent in het Europese parlement kampioen van openheid en openbaarheid. Belangrijk. Wil van Gemert van Europol, belast met cybersecurity. U heeft uw sporen ook daar verdiend als NCTV-man. En professor Nico van Eyck is een van de leidende denkers op het gebied van internetvrijheid. Het Amsterdamse Instituut voor Informatica-recht, waar professor van Eyck leiding aan geeft, is trouwens de plek, ik hoorde het vanmorgen nog even, waar mijn collega Lodewijk Asscher is gepromoveerd op de vrijheid van meningsuiting en het communicatiegeheim in de informatiesamenleving. Een actueel onderwerp in het licht van de discussies over een vrij internet. Maar het is me aan mij de eer om als lid van het kabinet dit rapport in ontvangst te mogen nemen, omdat het zich uitspreekt over de inrichting ook van het buitenlands beleid. Ik zal u bij voorbaat al geruststellen. Onze internetdiplomatie begint niet vandaag. We zijn er al een tijdje mee bezig. De organisatie van de GCCS is er één element van, wat niet wegneemt. En dat is belangrijk hier te zeggen, dat ik zeer blij ben met de aanbeveling en ook de aansporing van het rapport om met een geïntegreerde internetdiplomatie te komen. Later daarover meer. Laat ik beginnen met het belang van het internet. U heeft het ook aan het begin van uw reden aan de orde gebracht. De WHR maakt duidelijk dat de discussies over internet vergelijkbaar zijn met die over klimaatverandering over stabiliteit van het financiële systeem. Ik denk dat het daarmee inderdaad de spijker op de kop slaat. Internet is van immens belang voor de wereld en dus ook voor Nederland. Internet heeft zich ontwikkeld van een technisch fenomeen tot een maatschappelijk fenomeen dat van eminent belang is voor overheden en bedrijven, voor maatschappelijke organisaties en voor burgers. Het internet levert ook enorme kansen voor economische groei, ontwikkeling en innovatie. Maar daarnaast is het ook het terrein van cybercriminelen, cyberspionage en cyberconflict. En strategische belangen kunnen leiden tot strategisch gedrag tussen partijen die het internet willen controleren, beïnvloeden of tenminste willen vormgeven zodat het hun doelen zo goed mogelijk dient. De Raad doet 3 aanbevelingen, als ik het goed begrijp, waarover ik een paar opmerkingen zou willen maken. Waarbij ik zal beginnen met de relatie tussen cyber en buitenlands beleid. Daarover eerst een paar algemene opmerkingen. Laat ik beginnen met de ideologische tegenstelling. De ideologische tegenstelling op het net ligt tussen enerzijds een visie die pleit voor een vrij, open en veilig internet en anderzijds een visie die uitgaat van staatsgecontroleerd en beveiligd internet. Waar de eerste visie uitgaat van het veilig en vrij bewegen van informatie, pleit de tweede visie voor het controleren van informatie die zich over het net beweegt. In de dubbele betekenis van het woord, beheersen en toezicht houden. Dat is een paar tamelijk
principiële tegenstelling. En we zullen zien tijdens de conferentie hoe we op een aantal punten kunnen proberen ook die visies wat met elkaar in confrontatie te brengen, maar hopelijk ook te leiden tot een nieuwe consensus op termijn. Nederland pleit nadrukkelijk voor een vrij, open en veilig internet. Dat is onze kernboodschap, dat is waarin de GCCS ook moet bijdragen. We doen dit vanuit de overtuiging dat we de innovatieve kracht van het internet niet aan banden moeten leggen. Vanuit het besef dat internet mensen samenbrengt, ideeën genereert en zo helpt onze digitale toekomst vorm te geven. Vrij en open betekent dat we vinden dat iedereen toegang moet hebben tot het internet en zijn ongekende mogelijkheden en dat informatie zonder beperkingen van de ene gebruiker naar de andere kan vloeien in één ongedeelde cyberspace. Veilig omdat gebruikers alleen producten, diensten en informatie willen gebruiken als ze ervan overtuigd zijn dat hun gegevens veilig zijn en hun privacy gewaarborgd is. Bij deze visie past ook de overtuiging dat internet niet iets is dat van overheden is. Sterker nog, veel overheden hebben pas in de laatste paar jaar beseft hoezeer hun belangen met internet verweven zijn geraakt. De eerste reflex van die overheden is dan vaak om greep op dat internet te proberen te verkrijgen door hier multilaterale afspraken over te maken tussen staten onderling en met uitsluiting van de private sector en civil society. Gezien de aard van cyberspace kan dat echter nooit tot duurzame oplossingen leiden. Nederland is daarom ervan overtuigd dat overheden, bedrijven en civil society gezamenlijk moeten werken aan het ontwikkelen en besturen van het internet via het zogenaamde, erg in de mode deze term, maar hij is wel van belang hier, multi-stakeholder model. En ieder heeft daarin ook een eigen rol. Interconnectiviteit is met name iets voor de technische gemeenschap. Cybersecurity moet zoveel mogelijk een gedeeld belang zijn, terwijl nationale veiligheid juist vooral een overheidstaak is. Alles op basis van een gelijk uitgangspunt, namelijk dat er een vrij, open en veilig internet is. Ik vergelijk het maar even met het financiële systeem. Ook dat moet vrij en open. Het dient immers een vitale functie in de maatschappij. Zonder toegang tot het financiële systeem is het vrijwel onmogelijk een volwaardig burger te zijn. Ondanks de actualiteit van deze dagen, onderlijn ik nog maar eens, het gaat om een nutsfunctie. En het moet veilig zijn, anders komt die vitale functie in het geding. Als je niet zeker weet dat je pincode van jou is of dat het bankbiljet dat je als wisselgeld krijgt echt is, heb je weinig aan een vrij en open financieel systeem. Dan wordt alles van waarde weerloos, om het met de dichter Lucia Beer te zeggen. Dan het bouwen aan coalities. Wereldwijd is er veel steun voor deze visie, maar dat betekent niet dat deze zienswijze daarom vanzelfsprekend dominant is. Geenszins. Wereldwijd zien we steeds vaker dat permissionless innovation van de internetpioniers moet concurreren met soevereine staatsmacht. De exponenten van de staatsgecontroleerde fusie laten zich maar moeilijk overtuigen van de noodzaak van vrijheid en openheid. Het winnen van de hearts and minds richt zich op de groep landen in het midden. Ik haak hier aan op de aanbeveling van de WRR om een extra diplomatieke inspanning te doen richting zogenaamde swing states. Landen in Zuid-Amerika, in Azië en opkomende economieën in Afrika. Landen die zich soms om politieke redenen in het ene kamp bevinden, maar om economisch, sociaal of ontwikkelingsperspectief in het andere. Juist die landen moeten we overtuigen. In dit debat is dat juist zo belangrijk omdat we praten over een nieuw terrein waar de oude wereldorde, zoals we die kennen op financieel-economisch of op militair terrein, zich moeilijk laat toepassen. Dat is een terrein waar opkomende economieën hun eigen verwachtingen waargemaakt willen zien worden. Deze landen zullen niet voetstoots nieuwe afspraken accepteren zonder dat ze fors aan tafel zitten. Nederland erkent het belang van deze nieuwe dynamiek en speelt hier zo actief mogelijk op in. Dan online privacy. Vrijheid en privacy zijn essentieel voor een florerend internet. Nederland maakt zich al langer sterk voor vrije toegang tot het internet via de Freedom Online Coalition. De onthullingen van Snowden hebben het internationale debat over privacybescherming opnieuw hoog op de agenda gezet. Terwijl de nationale bescherming van privacy goed is geregeld, vallen er internationaal geregeld gaten. Er zijn nog geen adequate oplossingen voor deze constatering, maar er wordt aan gewerkt. In de Mensenrechtenraad wordt gesproken op basis van een resolutie van Duitsland en Brazilië over rechten in het digitale tijdperk. En afgelopen week is mede op initiatief van Nederland een speciale rapporteur ingesteld die het debat over het recht op privacy in het digitale tijdperk verder moet brengen. Dat is een gecompliceerd debat. Techbedrijven roeren zich, opsporingsinstanties, consumenten en journalisten, maar ook inlichtingendiensten en bloggers. Dat toont juist aan dat we ons moeten inzetten voor de bescherming van onze waarden online. En dan internetdiplomatie en het buitenlands beleid, uw aanbeveling nummer 3.
En dat raakt ook direct natuurlijk het beleidsveld opnieuw van buitenlandse zaken. Internetdiplomatie als speerpunt van buitenlands beleid. Laat ik daar helder over zijn. Ik vind dat Nederland belang heeft bij een geïntegreerd strategisch buitenlands internetbeleid. Dat betekent niet dat we geen beleid hebben. Integendeel, Nederland doet mee in die voorhoede van de debatten over de internetgovernance. Maar ik dank de WRR voor de aanbevelingen om dat te verdiepen, te verstevigen, te intensiveren. Ook op cybersecurity loopt Nederland nu nog, laten we het hopen dat het zo blijft, voorop. We zijn medeoprichter van de Freedom Online Coalitie, ik noemde dat, en werken in de Mensenrechtenraad aan die digitale vrijheden. En Nederland is succesvol in het aantrekken ook, dat is ook van belang, dat is ook een groeisector, in de investeringen van internetbedrijven. Wat we meer nodig hebben is een geïntegreerde visie op internet en op de strategische uitdagingen die voor ons liggen. Dat betekent niet dat we allerlei zaken overhoop moeten gooien. Het betekent vooral dat we slimmer moeten opereren, nog meer zelf initiatieven moeten nemen en aan coalities moeten werken om onze lange termijn belangen veilig te stellen. De Global Conference on Cyberspace is een voorbeeld van dit geïntegreerde beleid avant la lettre. In nauwe samenwerking tussen de verschillende ministeries zetten we daar nadrukkelijk Nederland op de kaart als het gaat om internetdiplomatie. Op de conferentie zetten we de Nederlandse visie voor vrij, open en veilig internet neer. We hopen de versterking van coalities van landen die die visie steunen. Dat is ook een van de kerndoelstellingen van onze conferentie. En dat doen we door met een brede groep landen in discussie te gaan over hoe het internet er in hun ogen uit zou moeten zijn. Door met hen en niet over hen te spreken, wat zo vaak gebeurt. Door hen niet alleen een visie te presenteren, maar om die samen te ontwikkelen. En door de middelen aan te reiken om die visie handen en voeten te geven. Veel landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika zijn voor hun economische groei net zo afhankelijk van internet als wij. Maar hebben niet altijd de middelen en de kennis om de noodzakelijke veiligheidsstructuren op te zetten. Een voorbeeld. In veel Afrikaanse landen hebben meer mensen toegang tot een mobiele telefoon dan tot een pinautomaat. Mobiel bankieren neemt een hoge vlucht, maar is nog onvoldoende beveiligd. En daar willen wij hen bij helpen. Cybercriminaliteit komt over het algemeen vanuit landen waar nauwelijks cybercrime-wetgeving is. Laat staan opsporing of berechtingscapaciteit. Als we deze landen in staat willen stellen om cybercrime aan te pakken, moeten we onze kennis en expertise ook ter beschikking willen stellen. Door te investeren in capaciteit ver van onze grenzen, helpen we uiteindelijk ook onszelf en stoppen we cybercriminaliteit. Die criminaliteit kan ons in een nanoseconde treffen, u weet het. Als tweede hoofdaanbeveling, het rapport begint ermee, stelt de Raad de norm voorop de publieke kern van het internet gevrijwaard moet zijn van bemoeienis van overheden. Dat is een norm die wij van harte steunen en ook al tijden uitdragen. Nederland is groot voorstander van een systeem van internet governance waarbij overheden wel in een buitenring betrokken zijn bij het proces en dat van legitimiteit voorzien, maar waarbij de technische gemeenschap de controle over standaarden en protocollen behoudt. Nederland pleit in dit verband wel voor meer accountability en transparantie van bijvoorbeeld ICANN jegens overheden. Mede door onze inzet heeft de Europese Raad zich er in de recente raadsconclusies over internet governance voor uitgesproken dat capture, dus overname of gijzeling van het beheer van het internet door commerciële of overheidsbelangen moet worden voorkomen. Deze aanbeveling heeft voor ons ook een internationale veiligheidscomponent. We zien dat cyberdreigingen inmiddels zo'n niveau aan kunnen nemen dat ze een vergelijkbaar effect kunnen hebben als een conventionele aanval. De NAVO heeft dat ook onderschreven in de Wales Summit Declaration van vorig jaar. Naast deze directe dreiging voor het eigen en bondgenootschappelijke grondgebied kunnen cyberaanvallen echter ook onze twee andere internationale veiligheidsbelangen ondermijnen. Namelijk een goed functionerende internationale rechtsorde en economische veiligheid. Het verhelderen van de toepassing van het internationaal recht en het opstellen van concrete gedragsnormen is een concreet antwoord op die dreigingen en Nederland werkt daar actief aan mee. Dat past in onze traditie zoals die is vastgelegd in de grondwettelijke opdracht om de internationale rechtsorde te versterken. En ik heb dit nog geen 2 weken geleden uitdrukkelijk ook aan de orde gesteld in gesprekken met de NAVO-secretaris-generaal. Hier kunnen we denk ik ook wel pionierswerk verrichten. Nederland heeft in de aanloop naar de GCCS gepleit voor afspraken die zich richten op het instellen van neutrale zones op het internet, waaronder mogelijk de kerninfrastructuur van dat net. Dat is het domein van cyberoperaties door staten en van mogelijk cyberconflict. Juist op dit terrein is er sprake van hele fundamentele tegenstellingen. Deze hebben deels te maken met de aard van het cyberdomein. En er zijn denk ik 2 hoofdproblemen. Het eerste is dat van attributie, toeschrijving. Het is bijna onmogelijk, u weet dat beter dan ik, vast te stellen waar een aanval vandaan komt. De discussie over de Sony-hack en de discussies over mogelijke betrokkenheid van Noord-Korea daarbij illustreren dit nadrukkelijk.
En het tweede probleem is dat niet te controleren is welke capaciteiten staten bezitten. In de klassieke ontwapening is het principe van trust but verify een hoeksteen van bijna elke wapenbeheersingsovereenkomst. In cyber gaat die niet op. Je kunt malware, dus de software die gebruikt wordt om computersystemen te verstoren, niet tellen. Je kan niet eens bepalen wat het precies doet voordat het wordt toegepast en ingezet. We zitten dus in het cyberdomein pas helemaal aan het begin van afspraken, van ordening en van voorzichtige stappen. Naar meer stabiliteit. Het ontwikkelen van normen voor staten die zijn gebaseerd op wederzijds eigenbelang is in mijn ogen dan ook de eerste stap naar een systeem van wapenbeheersing in het cyber. Ter illustratie, geen enkel land kan het zich permitteren om het internet schade te doen. Immers elk land is er in toenemende mate ook van afhankelijk. En als je de vergelijking zou trekken met nucleaire wapens, dan zitten we nog maar in de hele vroege jaren 50. De weg naar cybermad is nog lang. Overigens zou dat in de cyberwereld betekenen mutual assured disruption in plaats van destruction. En niettemin is het van cruciaal belang om te zorgen dat we afspraken maken om escalatie en misrekening te voorkomen. Het internationaal recht is hier van doorslaggevende betekenis. In 2013... is in VN-kader bepaald dat het internationaal recht hier ook van toepassing is. Dat is een mooie constatering, maar hoe dat nu precies toepasbaar is in cyber, dat is nog niet zo eenvoudig. Nederland heeft met Den Haag een reputatie op te houden en wil nadrukkelijk een rol spelen in de verdere ontwikkeling van internationaal recht in het cyberdomein. Resteer de aanbeveling van de Raad om te bevorderen dat verschillende vormen van internetveiligheid op nationaal en internationaal niveau beter van elkaar onderscheiden worden. Aparte actoren moet u deze dan adresseren. Ook hier zijn we u zeer dankbaar voor uw aanbevelingen. Binnenlands loopt er nu al een onderzoek van VNJ en Defensie om de wederzijdse verantwoordelijkheden te verhelderen en scherper te begrenzen. Internationaal bepleiten we dat zoveel mogelijk van bestaande voorraad gebruik kan worden gemaakt bij het oplossen van veiligheidsproblemen. Oprichting van nieuwe cyberspecifieke voorraad is niet meteen zinvol. We verzetten ons bijvoorbeeld tegen een nieuwe gedragscode voor cybersecurity die door autoritaire landen wordt gepropageerd als antwoord op terrorisme, extremisme en radicalisme, zoals dat wordt omschreven. Nederland vindt dat bestaande kanalen hier voldoende voor zijn. We moeten bestaande veiligheidsarrangementen niet opnieuw gaan uitonderhandelen voor cyberspace. Ter afronding van deze aanbeveling wil ik nog een project noemen dat we steunen. Het gaat de status van Computer Emergency Response Teams. Teams die waken over de veiligheid van overheidsnetwerken en ook van veel vitale infrastructuren. Dat zijn weliswaar overheidsorganisaties, maar ze vervullen in feite een apolitieke taak die te vergelijken is met die van een militair hospitaal in tijden van oorlog. En een analogie daarvan zouden computer emergency response teams ook de status van non-combatanten krijgen, zodat zij in tijden van conflict geen legitiem doelwit zijn. Ik heb een aantal uitdagingen geschetst die ik voor me zie in het internetdomein. Een groot deel van die uitdagingen liggen inderdaad op het terrein van buitenlandse zaken. Maar de meeste hebben ook veel bredere maatschappelijke raakvlakken en raken de verantwoordelijkheid van mijn collega's en andere ministeries. Wat ze gemeenschappelijk hebben is dat het allemaal aspecten van het wereldwijde fenomeen zijn dat internet en cyber heet. We kunnen die aspecten niet los van elkaar zien. Daarom zijn de elementen van de visie vrij, open en veilig onderling met elkaar verbonden en versterken ze elkaar. We moeten ze in samenhang zien en op basis daarvan een koers bepalen voor het internationale beleid op het gebied van internet. Wat de uitdagingen gemeen hebben, is dat ze zowel een nieuwe lange adem vragen als heel veel creativiteit om met nieuwe initiatieven de discussie een klein beetje ook naar onze hand te zetten. Ik denk dat Nederland zich kan positioneren om in de voorhoede van die discussies mee te doen. En dat dit rapport ons daar geweldig goed mee zal helpen. Mijn grote dank en waardering gaan dan tenslotte ook uit naar de auteurs en naar de WRR voor hun tijdige en belangwekkende bijdrage aan dit debat. Dank u wel. Dank u wel, minister Koenders, voor de wijze waarop u heeft aangegeven hoe u de aanbevelingen oppakt, de koers die u voor ogen staat rond de Global Conference, maar vooral ook daarna. En de invulling die u geeft aan het buitenlandbeleid, maar vooral ook de brede multisectorale inbedding die u daarbij ook bepleit. We danken de minister en ik geef het woord aan Ruben Maas. Dank u wel. Ja, ik was ondertussen nog even dit naar het midden aan het schuiven. Dames en heren, wat we gaan doen in de komende kleine, iets meer dan een half uur, tot 11:45, is eigenlijk
is bijna een soort leeswijzer voor het rapport. Maar ik zit even te kijken, nu je hier toch staat, kan je even helpen? We zetten hem even iets mee naar het midden nog. Ja. Het rapport wat u straks allemaal bij de uitgang ook zal krijgen en waar u natuurlijk zojuist al in ieder geval de aanbevelingen van hebt gehoord, maar we moeten natuurlijk kijken wat dat in praktijk betekent. U hoort de minister in ieder geval al zeggen van nou, dank u wel, maar we doen ook al heel veel. Nou, dan moeten we natuurlijk even gaan checken. Is dat inderdaad zo? Doen we inderdaad al heel veel? En ten tweede, wat betekenen die aanbevelingen straks nou ook echt in de praktijk? Nou, dat is een gesprek wat we met elkaar gaan voeren. We hebben 3 mensen gevraagd om daar als eerste op te reageren. Aangezien we iets meer dan een half uur hebben, wil ik het volgende afspreken. Mocht u nou in de zaal zitten en denken op een gegeven moment, ja, maar nu hou ik het niet meer. Ik wil hier heel graag iets over zeggen, geef dat dan aan. Maar in principe is het gesprek hiervoor met elkaar aan de gang. Mocht u in de tussentijd nog uw telefoon aan hebben staan, is het heel fijn als u die uit zou kunnen zetten. Dames en heren, mag ik een groot applaus voor de 3 panelleden. Marietje Schaken, Europarlementariër, Wil van Gemert, adjunct directeur Europol, en Nico van Eyck, hoogleraar informatierecht aan de UvA. Kijk, ja, laten we de bordjes hier. Ja, kijk. Oh, kijk, zo. Dat scheelt, want anders zitten ze allemaal de bordjes vol. We hebben 2 microfoons. Wat we hebben afgesproken is, we gaan een aantal van de aanbevelingen langs. Een van u gaat er als eerste op reageren, de rest kan erop aanvullen. Maar voordat we dat gaan doen, was ik wel heel even benieuwd. Aan de ene kant, de minister geeft natuurlijk ook al aan, van nou, we doen al veel. En tegelijkertijd bij dit soort onderwerpen denk ik ook altijd van ja, we bespreken het nu hier in Nieuwspoort. We kunnen het als Nederland misschien zo vinden. Maar dingen gebeuren gewoon. We hebben gewoon weinig invloed op. In hoeverre kunnen we echt nog iets veranderen? We hebben het hier over de kern van het internet. Hebben we überhaupt daar nog invloed op? Ik denk dat ik daarvoor moet beginnen bij een hoogleraar. Ja, de heer Van Eyck, ja, mag ik deze aan u geven? Ja, ik wil de microfoon best wel vasthouden. Ik weet niet of het nodig is, maar... Ja. Ja, we kunnen ongelooflijk veel doen, want we hebben bijvoorbeeld op dit moment al, ik heb laatst een telling gemaakt, zo'n 10 wetsvoorstellen die er liggen of die er aankomen, die allemaal gaan over vraagstukken die ook in dit rapport aan de orde komen. Ja. Die bijvoorbeeld gaan over nationale veiligheid, die bijvoorbeeld gaan over de vraag wat voor vrijheden willen we aan onze eigen burgers toekennen. En ja, wat een beetje die wetsvoorstellen met elkaar gemeen hebben, is dat we eerder proberen langs de rand van de 6 min te scheren dan dat we gaan voor een 8 of een 9 of een 10. Ja. Dus als wij als Nederland een leidende rol willen spelen, dan is toch ook een beetje de boodschap niet alleen naar buiten, maar kijk ook naar binnen en probeer ook eens even goed na te denken over waar we zelf staan voordat we roepen dat wij weten hoe de wereld eruit zou moeten zien. Okay. De heer Van Gemert, u bent ook voormalig directeur cybersecurity en met alle respect, en ik zag ook oud-minister van Justitie in de zaal zitten, dus met voor wetten van dit land, maar we hebben het over grote krachten hier. We hebben het over veiligheid, internationale veiligheid. We hebben het ook over een grote kracht, gewoon economische belangen. Zeker. Er zijn natuurlijk mensen die zeggen, ja, daar kan je wetten voor vaststellen, wat dan ook. Dit gebeurt gewoon. En juist een deel van die veiligheidsdiscussie vindt op een plek plaats waar we eigenlijk zelfs met Nederlandse wetgeving helemaal niet van invloed zijn. Nou, het is ongetwijfeld zo dat ook dat soort ontwikkelingen van invloed op Nederland zal zijn. Alleen we kunnen ons ook niet permitteren om niets te doen op dat terrein. Ik denk, als je kijkt naar de ontwikkelingen, en internet bestaat 40 jaar, 45 jaar, de mate waar we daarvan gebruik maken, dat is onvoorstelbaar eigenlijk. Dus we zijn wel genoodzaakt om ook iets een dam op te werpen tegen bijvoorbeeld die criminaliteit, wat mijn aandacht zal is. De groei is dusdanig dat we ons niet kunnen permitteren om daar niets aan te doen en toch proberen daar een balans in te vinden. En ik denk dat dat ook de oproep is die in het rapport staat. Denk goed na, maar acteer en handel ook. Ja. Marietje Schaken, Europarlementariër, ook lid van de Global Commission on Internet Governance. Zeg goed? Ja? Ja, dat is correct. Ja. Dan toch, we kunnen ons niet permitteren er niet over te hebben. Dat kan natuurlijk. Je kan op een gegeven moment zeggen, ja, het kan niet zo zijn dat we het niet hebben besproken. Maar ik blijf toch zoeken naar... Kan je naast het bespreken, het benoemen, het expliciet maken, want dat is bijna een punt van zorg, als de minister zegt, ja, we doen al heel veel en toch adviseert de WRR het nog een keer, kan je zeggen, ja, dus we zeggen misschien wel veel, maar we kunnen misschien weinig doen. Gewoon praktisch, gewoon echt invloed uitoefenen. Daar ben ik het niet mee eens en in elk geval moeten we het proberen. Dus ik denk dat de concrete aanbevelingen om die in de praktijk te brengen al een hele goede stap zouden zijn.
Het is een discussie waar ik me al heel lang in begeef en wat ik een logische stap vind om van Nederland naar de wereld te kijken. En het wereldwijde web is natuurlijk via Europa. Mm-hmm. En daar zie je echt dat als een land het voortouw neemt, dat het een grote impact kan mm-hmm. hebben. Juist om dat internet open te houden. Het is belangrijk om daar integraal naar te kijken. Er worden veiligheidsbelangen aangekaart, maar de sociale, economische, maar ook mensenrechten en vrijheden kant zijn heel erg belangrijk en worden, vind ik, te vaak als tegengestelde krachten gezien. Dus er wordt wel eens gesproken over de zogenaamde balans tussen veiligheid en vrijheid, terwijl die toch echt heel integraal is. Ik denk dat dat een van de belangrijkste lessen is van de NSA of de Snowden-onthullingen, dat een regering die onder het mom van het versterken van veiligheid belangrijke veiligheidsprotocollen zoals encryptie moedwillig verzwakken, ja. Dat die misschien wel eens verantwoordelijk zouden kunnen zijn voor een ernstige verzwakking van open internet en beschermde data. Dus ja. Nederland kan binnen Europa en Europa in de wereld en moet ook een hele belangrijke rol vervullen. En ik denk dat een visie of een verankering van de manier waarop we dat zouden kunnen doen ook zou moeten liggen in democratische waarden. Dus er wordt gesproken over normen, over technische normen, om die open en neutraal te houden. Ik denk dat dat op zich een hele goede start is. Aanbeveling 1. Aanbeveling 1 en wat ik professor Broeders ook hoorde zeggen. Het is denk ik heel goed om ons de gelaagdheid van het internet goed voor ogen te houden. Maar je komt natuurlijk ook met een politieke agenda. En om alleen maar te zeggen de technologie moet neutraal zijn, dat is op een bepaalde laag absoluut waar. Maar als wij willen dat zowel bedrijven als regeringen als andere actoren gehouden zijn aan bepaalde normen, dan zou ik voorstellen dat we niet al te terughoudend zijn om te stellen dat die democratisch moeten zijn. En ik zal straks kunnen toelichten wat ik daar precies mee bedoel. Maar ik denk dat we ook de politieke aard van deze discussie en deze wereldwijde strijd toch ook wel een beetje om het internet open te houden niet moeten onderschatten. Ja, maar er zit dus inderdaad, want u noemde dat onder de motorkap. Je hebt snel de neiging om gewoon het internet te beschouwen zoals je het ziet. Maar daaronder zitten inderdaad de protocollen, de standaarden. Daarvan wordt eigenlijk gezegd, worden nu te veel gepolitiseerd. En daar wordt eigenlijk in het rapport gezegd, de heer Van Eyck, dat zou je misschien meer technisch moeten houden. Dat zou je misschien dus juist minder politiek moeten maken. En gewoon terugbrengen naar waar het ooit vandaan kwamen. Een aantal technische mensen die bij elkaar dachten, we gaan gewoon open standaarden creëren. Ja, en dat doet mij ook soms weer herinneren aan het beruchte voorbeeld van John Postel, de grote tsaar van het internet, die op enig moment zei, kijk, ik kan met één druk op de knop het hele internet stilleggen. Ja. Wat afgrijzelijk zou het zijn wanneer staten dat zouden kunnen doen. Maar wie legitimeert John Postel? Ja. Dus ik denk dat het buitengewoon belangrijk is om inderdaad die technische standaarden zo open en zo vrij mogelijk te maken, maar we moeten ook niet naïef zijn. De discussie over standaarden is ook een discussie die extreem politiek is. Ja. Daar liggen allerlei belangen onder. Geef maar een voorbeeld. Recent in Amerika ging het over de vraag, kan Netflix een eigen technische standaard introduceren die mogelijk niet helemaal compatibel is met wat wij bijvoorbeeld het open internet noemen. Dus standaardisatie, ja, daar moet je alle partijen bij betrekken, maar tegelijkertijd, dat is niet iets wat je aan iedereen moet overlaten, iedereen tussen grote aanhalingstekens, maar waar je ook dat onderdeel moet laten zijn van een normaal democratisch proces. Ja, want kernwaarden als universaliteit, interoperabiliteit, toegankelijkheid, er zijn natuurlijk mensen die zeggen, ja, dit zijn heel, heel kort door de bocht zeggen, westerse waarden. Dus zelfs het systeem zelf heeft gewoon een ideologische kleuring. Ja, en wat ook net de minister noemde, was precies datgene wat mij gisteravond weer naar de boekenkasten liet gaan. Ja. Er bestaan nog steeds boeken. En ja, toen heb ik dit eruit gehaald. En alleen op de voorpagina is een soort van aha-erlevenis. Dit is Many Voices, One World. Het beruchte McWright-rapport van 35 jaar geleden. Towards a more just and more efficient world information and communication order. Dat klinkt bijna als wat we ook nog steeds voor het internet willen. En hier zat ook al het enorme Noord-Zuid-Oost-West debat in. En ja, het is een kwestie van af en toe satelliet vervangen door internet. Dan is het boek gewoon gisteren geschreven en niet 35 jaar geleden. En dat is de realiteit van de dag. En ik denk dat het rapport dat ook regelmatig reflecteert door enerzijds, anderzijds tegen elkaar te zetten en niet te kiezen voor absolute het internet is heilig of het gaat helemaal de verkeerde kant op. Marie Schaak? Nou, ik vind die standaard discussie wel interessant, want ik wil graag een voorbeeld geven om te laten zien dat een context waarin het bepaald wordt heel veel uitmaakt. Dus in Europa zijn er bindende standaarden, verplichte standaarden voor telecomnetwerken. En die vereisen een zogenaamde achterdeur.
zodat politie, justitie met een gerechtelijk bevel en alle checks en balances die wij hier kennen, daar een tap op kunnen plaatsen of een vermist kind kunnen opsporen of wat iets meer zijn. Maar die telecomnetwerken met Europese normen en standaarden worden geëxporteerd over de hele wereld. Ja. Ook naar landen waar gewoon geen rechtsstaat bestaat en waar we vanuit het ministerie van minister Koenders allerlei kritiek op hebben en toch ook nog wel eens met het vingertje wijzen. Omdat we vinden dat mensenrechten ook belangrijk zijn en het ontbreken van de rechtsstaat een heel groot probleem is voor de vrijheid van mensen, met name als ze die telecomnetwerken ook gebruiken. Dus ja. Je kunt wel standaarden opstellen vanuit je zogenaamde eigen normenkader, maar als je niet erkent dat die wereldwijd verhandeld worden, gebruikt worden en niet zoekt naar hoe we dat wereldwijd goed kunnen vastleggen in normen, dan zitten er veel te veel gaten in het systeem. Maar dan toch even praktisch, want dat is natuurlijk het onder het motorkap gedeelte. De heer Van Geemt, hebben jullie wel eens ook destijds bij het oprichten van het Nationaal Cybersecurity Center erover gehad, zeg van ja, eigenlijk het systeem zelf kent gewoon een bepaalde ideologie, om maar even zo te zeggen. Juist die standaarden, juist. En dat maakt gewoon in zichzelf al dat als je dat, als dat internationaal wordt, er werd net even gesproken over de swing states, nieuwe landen die erbij gekomen, die enorm veel invloed zullen gaan hebben. Ja, waarvan sommige mensen zullen zeggen, ja, gewoon het systeem zelf, dat bevalt ons eigenlijk niet. Daar willen we invloed op uitoefenen. Terwijl u zegt, van ja, wij moeten als een nationaal of Europees, hebben wij een bepaalde standaard, die moeten we vast zien te houden. Ja, ik denk dat het zo is. Ik denk dat als je kijkt naar de ontstaansgeschiedenis en de achtergronden, dat vertrouwen en die opzet, en dat wordt in het rapport ook een beetje aan gerefereerd, dat we daar weer naar terug moeten, ja. Hè, naar het vertrouwen onderling en dan komt het goed. Dat is een, vind ik, een wat utopische opvatting, omdat juist dit een effect is wat zal ontstaan. Andere landen die andere opvattingen hebben, dat zien we ook in het internationale overleg. Maar wat ik belangrijk vind, ook vanuit mijn achtergrond waarschijnlijk, is dat het element criminaliteit, die zo van invloed is, ook op dat dagelijkse leven van ons, eigenlijk niet aan bod komt. Mm-hmm. En we kunnen heel veel standaarden met elkaar afspreken, maar dan nog is er een derde partij, en ja. Misschien zelfs een vierde, namelijk de private partij, die op hun manier daarop invloed zullen uitoefenen. Ja. 38% van alle computers is al onderdeel van een aanval. Mm-hmm. Bij Europol hebben we recent in één jaar tijd 800.000 malware-examples verzameld. Er zijn meer dan 12.000 Trojan horses op bankgebied. Dat is een wereld die er ook is. En ja, ook op die tweede stelling namelijk dat je dingen moet scheiden, daar ben ik het op zich mee eens. Maar daarmee moet het niet blijven. Als je het blijft scheiden, dan ontstaat er uiteindelijk ook een soort van verlamming. Waar de een gaat op vertrouwen en de andere gaat op de noodzaak om dingen aan te pakken. En ik denk dat, ja, daar zou ik in het rapport nog wel een verdieping willen zien. Maar zou je dan zover kunnen zeggen, want u noemt dat utopisch, dat je zou kunnen zeggen, nou, het internet heeft wat dat betreft in deze jaren gewoon een mooie tijd van openheid en toegankelijkheid gehad. Dat paste ook goed, want het was heel dominant in een ideologische sfeer. Ja. Die paste bij openheid en democratie en dat soort dingen. Ja. Maar in het besef dat de wereld groeit, dat internet groeit, Die tijd is voorbij? Nou, ik moet af en toe inderdaad aan een utopia denken, als ik ook aan het programma denk, hè, waar we proberen dat weer na te bouwen. En de realiteit is dat uitgangspunten er zijn, maar het gebruik is anders. En dat vind ik echt het verschil. Ik denk dat we realistisch moeten zijn hoe het gebruikt wordt. Of het nou staten zijn, of het nou criminaliteit is, of het nou de ontwikkeling is van nieuwe landen daarin. En dat daarmee moeten we leren te leven. Niet voor niets maakt ook de Nederlandse strategie niet alleen veiligheid en vrijheid, maar ook social benefits als onderdeel van het vinden van die balans. Ja. En die balans is niet statisch, daar ben ik het mee eens. Maar die is ook niet, die zul je voortdurend moeten zoeken. Maar mensen zijn altijd voor een balans, ja. Dat is altijd heel mooi. Maar de vraag is natuurlijk, de heer Van Eyck, wat dit nou praktisch betekent. Als we zeggen dat eigenlijk dus het onder de motorkap gedeelte bepaalde kenmerken heeft, wat eigenlijk als het zich verder uitbreidt, vanuit die Sphinx steeds bekeken, dan zegt van ja, we hebben eigenlijk een fundamenteel probleem met het bouwwerk van het internet zelf. Dan gaat dat ook een fundamenteel impact hebben. De minister zei het al, er is zoveel opgebouwd, ook voor die landen. Daar ga je rechtstreeks op een behoorlijke botsing af. Als het gaat over die eerste laag van die protocollen, een beetje ja en nee. We komen er ook wel achter dat er een aantal oorspronkelijk ontwerpfouten in het internet zitten. We hebben bijvoorbeeld hele discussies gehad, een hele beroemde Nederlandse zaak die echt wereldwijd erkenning heeft gekregen, DigiNotar-affaire, waar gewoon bleek dat er een hele fundamentele kwetsbaarheid in het internet zit, die ook recent nog weer eens een keer naar boven kwam. Misschien sommigen in deze zaal die ook af en toe geen pak dragen, de Heartbleed-affaire. Daar zie je dat er structurele designfouten in het internet zitten. En
werd ook even gewezen op dat die zero cases, hè, dat er kwetsbaarheden in het internet zitten die we niet met elkaar willen delen, omdat ze een soort van strategisch voordeel hebben. Ja, daar zie je al meteen dat ook in nationale veiligheid, in handhaving, er hele ingewikkelde vragen naar boven komen. Want als je aan een ander vertelt wat de zwakte is, is maar de vraag, wat doet die ander daarmee? Ja. En we weten in Europa bijvoorbeeld dat wij geen informatie met elkaar willen delen. Omdat, ondanks dat we de Europese Unie zijn, we toch vinden dat er bepaalde landen binnen de Europese Unie zijn waar we niet helemaal erop kunnen vertrouwen als informatie wordt gedeeld, dat ze daar op dezelfde wijze mee om zullen gaan als wij denken dat wij ermee zullen omgaan. Ja. Maar wat is dan nog, wat blijft er dan over van de aanbeveling? We moeten een norm vaststellen. En die norm moeten we handhaven. Want we weten ondertussen heel goed dat er afdelingen, diensten, discussies zijn om te zeggen, ja, maar als ze dat doen, dan hebben we misschien wel nationaal zelfs een veiligheidsprobleem. Wat blijft er dan over van de aanbeveling van we moeten een norm handhaven? Ik moet even denken aan de discussie die we gisteren hadden met de secretaris-generaal van NAVO. Die zei, het beste wat je kunt doen om de open samenlevingen te verdedigen, is ze open houden. Mm-hmm. Dus het internet is eigenlijk open ontworpen. Het is een soort geniale ingeving van de ingenieurs die dat per experiment ontwikkelden. Die zeiden, dit moet van iedereen zijn. We gaan zorgen dat iedereen kan bijdragen om het geheel beter te maken. Dus die openheid is ook echt een kernkenmerk van het succes en van alle kansen, heeft de kansen mogelijk gemaakt waar we allemaal zo dankbaar voor zijn. Maar tegelijkertijd worden er ook mitsen en maren aangegeven. Absoluut, want er zijn natuurlijk mensen die in het vacuüm zijn gesprongen, wat ook in die openheid is ontstaan. Aan de ene kant heb je regeringen met een eigen agenda, van Nederland tot China. Regeringen hebben eigen redenen om op hun manier veiligheid, afspraken na te leven. En we hebben natuurlijk duidelijke mening over welke landen dat op een goede manier doen en welke niet. En ik denk dat zij vinden het omgekeerde waarschijnlijk. Ja, zij vinden dat ze in naam van nationale veiligheid allerlei vrijheden mogen beperken. En gebruiken ook vaak nationale veiligheid om hun mensen in toom te houden. Ja. En dat legt ook weer de verantwoordelijkheid bij ons. Om eens te kijken of wat wij zelf doen, onze geloofwaardigheid nou vergroot of verkleint in die zin. Maar wat ik ook denk dat goed is om echt heel kritisch te bekijken, is dat bedrijven misschien wel de nieuwe soevereinen in dit wereldwijde domein zijn. Dat er gebieden zijn, zou je kunnen zeggen, of terreinen in het ecosysteem van het internet waar geen wetgeving van toepassing is, of waar hele grote mazen in het systeem, zowel technisch als juridisch zitten, waar die bedrijven zijn ingesprongen. En waar je een enorme privatisering ziet van het handhaven van bestaande normen. Dus bijvoorbeeld honderdduizenden mensen die kijken op sociale media welke beelden al dan niet acceptabel zijn in een soort moderne sweatshops. De totale of bijna totale afhankelijkheid van private partijen voor ook het handhaven van die veiligheid. DigiNotar, voorbeeld wat genoemd is een hele goede daarin. Dat de Nederlandse overheid voor certificering van websites afhankelijk was van een bedrijf. Wat dusdanige nalatigheid liet zien dat het gevaarlijk werd voor het nationale belang. Ja. Dus er zijn verschillende actoren in dat wereldwijde systeem. En we moeten denk ik kijken hoe we, naar mijn mening volgens democratische normen, zorgen voor checks en balances. Zorgen dat actoren hun rol spelen, maar ook elkaar controleren. En dat we steeds kijken wat er nog moet gebeuren. Dus welke wetgeving dekt, welke niet. En hoe houden we verschillende partijen bij de les. Ja. De heer Van Eck, dat is aanbeveling 3, gaat daarover. Die zegt van je moet eigenlijk die diplomatieke inspanning moet je verbreden richting wereldspelers, zoals Apple, Google, maar ook misschien wel hele andere partijen. Want zeggen van dat zijn misschien inderdaad, zoals mevrouw Schaken aangeeft, dat zijn misschien wel nog belangrijkere spelers dan de overheden op een gegeven moment. Toen had ik een ander boek uit de kast willen pakken, maar dat had ik alleen maar op een CD-ROM staan. Dat was, op een CD-ROM, wat is dat? Ook een hele goede vraag. Dat doet mij de oogst aan herinneren dat een van de privacy symbolen die men Europees wil voorstellen, dat gaat over een verbodsbordje met een diskette. En ik geloof dat een diskette al helemaal niet meer iets is waar iemand wil weten wat het is. Altijd weer Europa. Oh. Ja. Ja. Nee, maar ik moest denken aan een studie die ooit ook door de WDR is gedaan, Staat zonder land. Ja. En dat is wel een heel belangrijk issue. Bedrijven, samenleving, het woord multi-stakeholdership viel al even. Het meest misbruikte woord wat er is. Multi-stakeholdership is iets wat we al heel lang kennen. Wat altijd problemen oplevert. Namelijk zijn we in staat om de samenleving, om het bedrijfsleven, NGO's te betrekken bij beslissingsprocessen. Ja. Daar is dus niks nieuws aan. Dat is een heel oud debat.
om multi-stakeholdership te gebruiken als een excuus om als overheden, als samenleving niet eigen verantwoordelijkheid te nemen, dat is buitengewoon fout. Maar misschien is het zelfs zover, dat staat ook al een beetje in ieder geval over de invloed van die grote privaatpartijen, dat de vraag op een gegeven moment wordt, worden overheden nog wel betrokken bij de besluitvorming bij die bedrijven? In plaats van, kunnen we hun er nog wel bij betrekken? Ja, dat staat ook in dit mooie boek. Hè? Kijk, dat gaat dan over de grote mediaconglomeraten die de wereld domineren en ervoor zorgen dat men in Afrika in Dallas-termen gaat denken en nog de oude koude oorlog tijdstippen dat men in Rusland kapitalistisch gaat denken. Dat is allemaal buitengewoon afgrijselijk. We moeten een beetje in perspectief houden. Bedrijven, multinationals hebben we altijd gehad. In het verleden hadden we het over Shell, die in de tijd van de olieboycott een besproken onderneming was. Nu hebben we het vandaag over Google of over Facebook. Het is niet zo dat het een verloren strijd is. Het is altijd zo geweest dat ook internationale ondernemingen zich hebben moeten richten naar belangen in de samenleving. Nog sterker, je ziet nu ook dat die bedrijven dat ook steeds meer zien. Dat heeft ook een beetje te maken met wat ik wel eens noemde commodification of the internet. Mm-hmm. Het internet wordt eigenlijk heel gewoon. En ook bedrijven beginnen zich meer normaler te gedragen. Je ziet dat bijvoorbeeld waar bedrijven de afweging hebben gemaakt. In het rapport wordt bijvoorbeeld de Microsoft-Ierland-zaak genoemd. Dat is zo'n zaak waar Microsoft zelf in één keer gaat roepen, wacht even, wij zijn in Ierland actief. Hoe kan het nou zijn dat de Amerikaanse overheid ons kan verplichten om informatie die in Ierland staat op te halen? Terwijl voorheen die bedrijven zeiden, oh nee, we zijn globale ondernemingen, we moeten alle data overal kunnen delen en vrij kunnen laten rondreizen. Dus er is een groeiende ontwikkeling die ook legitimeert dat ook bedrijven meer in zo'n proces betrokken worden vanuit een positieve kant. Oké, even checken. De heer Van Gemert, als Nederlands staatsburger voel ik mij het meest veilig bij u in dit rijtje, zeg maar, als adjunct directeur bij Europol. Is dit inderdaad zo? Is het inderdaad zo? Want dit is namelijk de vertaling naar bedrijven krijgen daar meer bewustzijn in. Terwijl je natuurlijk juist gewoon als krantlezer heel vaak het idee krijgt, alleen als je kijkt naar belastingbetalen, zeg maar, als het binnen één seconde is een bedrijf natuurlijk al ergens anders actief. Het internet, juist de grenzeloosheid van internet, is natuurlijk uitstekend werkzaam, juist voor een grote bedrijfsleven. Ja. Kan er juist die mazen goed worden? Hebben we misschien wel een research and development budget waar u als Europol heel gelukkig mee zou zijn? Ja. Nou, ik ben het ook niet helemaal eens. Natuurlijk hebben we altijd bedrijven gehad, maar de impact die deze bedrijven kunnen uitoefenen op ons dagelijkse, meer dan 3 miljard mensen die er onderdeel van uitmaken, binnen 10 jaar is het 5 of 7 of nog meer. De impact is vele malen groter dan het in het verleden was. Maar ik ben het in die zin wel weer mee eens dat tegelijkertijd het belang van die bedrijven om ook actief in mee te werken, in samen te werken, bijvoorbeeld ook met politie en justitie samen te werken, omdat ze er ook door geraakt worden. Mm-hmm. Nog niet zo lang geleden, 3 weken geleden, een botnet van 3 miljoen computers, waar met name Microsoft dan ook heel erg last van had, en er ook een noodzaak was om samen met politie en justitie op te treden. Mm-hmm. Maar de impact en de rol van de bedrijven, ik denk dat dat toch anders is dan het misschien bij Shell 20 jaar geleden was. En daar moeten we ons wel bewust van zijn. En waar zijn we ons dan precies bewust van, als we dat zijn? Nou, dat zij veel meer kunnen bepalen uiteindelijk in wat er op ons afkomt. De mate waarin we... Kijk, het denken over veiligheid en security is ook bij dit soort bedrijven, dat neemt toe. Maar dat was niet het geval 10 jaar terug. En de dingen die we ontwikkelen zijn niet per definitie veilig. En in tegenstelling tot bijvoorbeeld de vliegtuigindustrie, waarin alles op veiligheid gericht is, hebben we dat in deze wereld nog lang niet. En ik denk dat de rol van de overheid en bedrijfsleven zou moeten zijn dat we dat als uitgangspunt hanteren en daar ook dat stimuleren. En ook als overheid proberen daar zeg maar ervoor te zorgen dat dat een preferente positie krijgt. Ja. Dus security als ontwerpeis, net zoals in de vliegtuigindustrie, daar zouden we naartoe moeten. En u heeft nog wel, want daarom vroeg ik net van, misschien mag de overheid af en toe nog meepraten bij bedrijfsleven, dat is overdreven? Dat vind ik overdreven. Tegelijkertijd, bijvoorbeeld, een van de problemen waar ik last van heb, is dat wij ook vaak niet willen dat politie en justitie met bedrijfsleven praat. Discussie ook soms met het Europees Parlement over of dat nou wel kan. Ja. En ik denk, er is geen andere weg. Dus coalities met het bedrijfsleven in deze wereld zijn absoluut noodzakelijk. Anders kan ik de tent op het gebied van cybercriminaliteit wel sluiten. Omdat dat een speler is, die kun je niet links laten liggen. Okay. We kwamen bij het punt, omdat mevrouw Schaken aangaf, zegt van ja, misschien zit daar wel een van de belangrijkste invloeden als het gaat over onder de motorkap nog steeds. Dat internet ook bepalen en sturen, dat zit ook in dat private bedrijfsleven. Dat is een belangrijke speler erin.
Dus wat we nu zien is dus aan de ene kant een wens om te zeggen van we moeten dit open houden. En we moeten zorgen dat het internet misschien wel, zonder daar naïef in te zijn, de tijden veranderen. Maar dat we wel proberen die norm te handhaven. Ondertussen zien we de druk erop komen vanuit bedrijfsleven. Die misschien wel voor reden vatbaar, maar we horen wel, het neemt toe. De invloed neemt toe, de impact neemt ook toe. Dus dat zal gaan morrelen aan die norm. We zien nationale veiligheidsvraagstukken, die eigenlijk heel slecht te rijmen zijn soms mee. En we hebben nog de vraag van de ideologische gekleurdheid van de uitgangspunten van het systeem van internet. Dit alles bij elkaar breng ik toch weer terug bij mijn beginvraag. Van ja, hoe ver ben je eigenlijk misschien een beetje achter de boel aan het rennen om nog iets hier voor elkaar te kunnen hebben? Misschien moet je het wel doen. Maar kan je hier nog met zoveel druk die hierop zit? Ja, de heer Van Eyck? Ja, dat is een hele pessimistische gedachte. En als ik het heb over commodification van het internet, dan laat ik twee voorbeelden geven waar we die uitdaging gewoon oppakken. We hebben heel recent heel veel discussie gehad over wat sommigen noemen het right to be forgotten. Maar waar je heel duidelijk kan zien dat er toch op Europees niveau, in dit geval door de rechter, wordt gezegd dit is de standaard, dit is de norm die zou moeten gelden. En je kan nog een beetje discussiëren of je vindt dat het nou een helemaal een goede uitspraak was, maar dat is een typisch voorbeeld. We hebben dat gezien met de uitspraak van het Hof in Luxemburg ook weer over dataretentie, dus nationale veiligheid. Daar staan een paar hele goede dingen in over hoe kan je een balans vinden tussen aan de ene kant veiligheid en aan de andere kant democratische legitimatie. Helaas moet dan weer een Nederlandse rechter aan te pas komen om ook de Nederlandse overheid daar nog eens een keer op te wijzen. Maar daar is een... Daar staan een aantal hele goede dingen in die we al lang kennen uit het verleden. Die vertalen we nu door naar het internet. En die kunnen heel goed werken ook in een internetomgeving. En om maar iedere keer te roepen, het internet is apart, het internet is anders. Dat is achter de feiten aanlopen. Okay. Ja, ik zie wel in deze discussie ook, ik denk dat we twee aparte belangen wel moeten erkennen. Het publieke belang waar de overheid primair een aantal kernverantwoordelijkheden heeft, ongeacht de technologische vooruitgang. En de vraag is, hoe vertaal je dat? En bedrijven hebben in de basis een ander belang. Winst maken. En dat is verder ook niet geheim. Alleen je moet oppassen op het moment dat je als overheid te veel afhankelijk wordt van die bedrijven. Ook voor je kerntaken. Dus of als het gaat om veiligheid, of als het gaat om het waarborgen van vrijheden, dat je zoveel macht uit handen geeft, of dat je zegt, nou, de internet service provider vinden we eigenlijk wel handig als die gaat bepalen wie welke website bezoekt en of dat allemaal wel gewenst is, ja of nee, dan krijg je een glijdende schaal die misschien nu nog net in de hand te houden is en vaak al een beetje over de rand gaat. Hè. Dat laten gerechtelijke uitspraken ook zien, dat er vaak wordt teruggefloten op dat gebied. Maar hoe zou dat er over 15 jaar uitzien? Ja. En wat ik goed vind aan dit rapport is dat die publieke waarde, er staat publieke kern, maar ik lees het ook als publieke waarde van het open internet, heel erg wordt onderstreept. Want in de discussies over veiligheid, over internationale vraagstukken, over economische belangen, nieuwe hypes, nieuwe gadgets, wordt dat wel eens vergeten. Ja. En ik denk dat daar nog een heleboel cruciale vragen naar boven komen en dat we niet eromheen kunnen dat er soms een spanning is tussen het publieke belang en het private belang. Dat met name overheden heel goed moeten kijken aan wie ze hun kerntaken uitbesteden. En die algehele privatisering, of het nu is van normstellingen, tot het handhaven van wat wel of niet geoorloofde meningsuiting is, tot het waarborgen van vrijheid en veiligheid, pardon, en alle risico's die daarmee te maken hebben, zie ik als een fundamentele kwetsbaarheid die in de eerste plaats maar eens in kaart gebracht moet worden. Dus waar is wie van wie afhankelijk en is dat nog geoorloofd? Zodat we niet van incident na incident hollen. Ja. Want het publieke belang en het private belang overlappen lang niet altijd. Als je bijvoorbeeld kijkt naar meldplicht van kwetsbaarheden, dan wil een bedrijf natuurlijk niet dat de naam slecht in de media komt. Terwijl in het publieke belang het misschien wel essentieel is dat mensen weten dat ze hun software update moeten maken of dat ze een bepaald product beter niet meer kunnen gebruiken. Ja. Wat hierin zit, want dat zit natuurlijk sowieso op het moment dat je het hebt over publiek belang en publieke waarde, is dat het ook maatschappelijk herkend wordt dit. Dat dit niet deze zaal alleen raakt, maar dat gewoon de zaal hierachter, laten we de Tweede Kamer nemen. Dat daar gewoon voldoende besef is van dit soort vraagstukken. Want daar moet je dan dus dit soort afspraken gaan maken. Daar moet je dan op een gegeven moment die standaard gaan neerzetten. Het is ook een besef misschien wel in die samenleving. Dan denk je van ja, ik ben een ontzettend gemaksgebruiker van internet. Ik laat elk wachtwoord automatisch invullen. Hartstikke fijn. Het is, dus dat is...
Ik ben er helemaal niet mee bezig. En is dat niet misschien wel het allergrootste probleem? Dat juist dus dat gewoon in het dagelijks gebruik, dagelijks kennis. U weet het wel met z'n drieën. De WR weet het ook. Maar dat juist de maatschappelijk bewustzijn van dit soort vraagstukken zo beperkt is. Het is altijd vervelend om te zeggen, ja, je hebt gelijk. Mag, ja. Maar ik begon al met te zeggen, er liggen 10 wetsvoorstellen, direct, indirect. En de Tweede Kamer weigert gewoon structureel om die 10 vraagstukken in gezamenlijkheid te willen behandelen. Als je dan weer eens een keer in de Kamer zit en toespreekt, dan hebben ze het over, ja, maar is dan 3 maanden bewaren wel goed? Of moet het 4 maanden zijn? Ja. En, of 6 misschien? Ja. En de hele meer onderliggende discussie over waar gaat het nu over? Hè? Hoe willen we een goede balans vinden tussen bijvoorbeeld veiligheid en democratische waarden? Hoe willen we een goede balans vinden, ook bijvoorbeeld in economische zin? Hè? Want Nederland heeft heel veel te winnen. Hè? Het rapport is ook wat dat betreft bijna opportunistisch door te zeggen, wij zitten gewoon hartstikke goed. Ja, toevallig viel de stroom uit de afgelopen dagen, maar daarbuiten hebben we heel veel kansen. En als wij dan tegelijkertijd bezig zijn om wetten aan te nemen die echt aan de onderkant hangen van waar zelfs bedrijven van zeggen, daar willen we eigenlijk niet aan beantwoorden. Ja, hebben we dan wel helemaal door waar we het over hebben? Ja, de heer Van Gemert, juist de discussie rondom veiligheid kan daar heel dwingend in zijn. Ja. Juist daar kunnen mensen zeggen van, nou luister, echt duik alsjeblieft de kern van het internet in en ga daar mensen opsporen, pak dingen aan. We passen het zo aan dat we misschien wel hier en daar wat dingen stil kunnen gaan leggen in andere landen, want het gaat over onze nationale veiligheid. En dan gaat u zeggen, nou weet je, dat moeten we niet doen? Nee, ik ga zeggen dat we dat wel moeten doen. En ik ga ook zeggen dat, want het gaat bijna, of het gaat een beetje over de tweede aanbeveling, hè, waarin gezegd wordt van terug naar het vertrouwen en de cert community, die moet je het ruimte geven om de techniek te doen. De politie doet wat anders. Het is waar dat je moet zorgen dat je en een eikpunt hebt, een balans, hè, ook voor de politiek, weten waaraan je het kunt eiken. Maar tegelijkertijd ook dat je, het is ook waar dat je verschillende spelers hebt die je ook echt moet benoemen. Maar het is niet waar in mijn ogen dat je dus het dan maar moet overlaten aan die spelers. Wat absoluut noodzakelijk is, is dat je die 2 belangen of 3 belangen, hoeveel belangen het ook zijn, bij elkaar brengt. En dan voortdurend blijft afwegen, wat is nou eigenlijk het grootste belang wat we moeten doen? Maar toch even, dan sorry dat ik u onderbreek, want daarom laat ik het net volgen op de constatering dat dus dat besef van de goede balans, het besef van de belang, zo beperkt aanwezig is. Terwijl mensen vaak een heel duidelijk beeld hebben bij het belang van hun eigen nationale veiligheid. Ja. En dan is dus de vraag aan u, bent u bereid om dan aan te geven, ik begrijp dat u op korte termijn misschien heel graag wil dat ik hier ingrijp, of dat wij daar dingen gaan doen, maar op lange termijn is dit schadelijk. Ja. Is dat te voeren, zo'n discussie? Hij moet gevoerd worden. Ik denk dat hij niet altijd gevoerd is. En ik denk dat de NSA-discussie ook heeft aangegeven dat op zich, ik zei het hiervoor nog, dat in iedere individuele maatregel misschien wel te billijken is vanuit een veiligheidsoogpunt. Maar als je dan 4 stappen terugzet en naar totaal kijkt, tot de conclusie moet komen dat het niet te billijken is als totaal. En ik denk dat daar ook aan gerefereerd wordt. Hè. Individuele maatregelen ook op het gebied van veiligheid zijn denk ik wel degelijk te billijken. Alleen in zijn totale overzicht moet je wel uiteindelijk de balans kunnen bewaren. Ja. Maar waarvoor ik pleit als het gaat om die tweede stelling is dat wat mij betreft te veel wordt gescheiden, dat het allemaal gescheiden verantwoordelijkheden zijn. Dan gaan we het niet redden. Een DDoS-aanval die door een techneut wordt opgelost door alleen maar meer capaciteit tegen te zetten, voorkomt niet de volgende aanval van diezelfde crimineel die onze infrastructuur kan raken. Dus je moet wel degelijk met elkaar proberen het beeld te krijgen, wat is nu belangrijk? Vergroten van de capaciteit of toch opsporingsmaatregelen nemen om het gevaar ook op de langere termijn weg te nemen. Oké. We lopen tegen het einde van dit gesprek aan. U krijgt straks natuurlijk allemaal zo'n exemplaar. U krijgt van mij allemaal nog een extra exemplaar om dat aan iemand te geven. Waarvan u zegt, kijk, jij moet dit gaan lezen. En we voelen ons op geen enkele manier beperkt. U mag echt rechtstreeks naar Moskou reizen als u wil. Alles is mogelijk. Waarvan zegt u, juist internationaal bekeken, zeg van, daar zou ik hem aan geven. Die moet dit lezen. Dit is belangrijk. Wie wilde beginnen? Ik wil beginnen. Ik zou hem aan de Eurocommissaris willen geven, die verantwoordelijk is ook voor Europol. Ja. DJ Connect. Omdat daar eigenlijk een heleboel belangen, veiligheid, maar ook vrijheid bij elkaar komen. Dus ik zou hem willen. Nou, ik moet dan wel een Engelse versie hebben waarschijnlijk, maar die komt er ongetwijfeld. Die komt, ja, wordt er gewerkt. Om toch als richtsnoer te hebben van welke kant gaan we met elkaar op. En daar zit onder andere in, wat mij betreft, ook die samenwerking met private partijen. Ook voor de opsporing, dat is absoluut noodzakelijk. Oké, heer Van Eyck?
Ja, ik zou 2 exemplaren willen hebben. 2? Ja. En wel om de volgende reden. Een paar jaar geleden werd ook zo'n hele mooie grote conferentie in de Fokkerhallen gehouden. En tegen de tijd dat de discussie begon, moest Eric Schmidt het vliegtuig in en moest Hillary Clinton het vliegtuig in. Dus die hebben daar van die conferentie niks meegekregen. Dus als er een Engelse versie komt, zou ik ze die graag willen toesturen. Ja. Niet in de ijdele hoop dat ze die zullen lezen, maar misschien om ze eraan herinneren dat het soms ook belangrijk is dat ze in persona deelnemen aan dit soort discussies. Oké, dat is dan nog even zeg maar een fitty die opgelost moet worden. Maar waarom moeten zij het lezen? Want u heeft maar 2 exemplaren. Waarom moeten zij het dan lezen? En wat moeten zij dan hieruit halen? Nou, een beetje de discussie die we net ook hadden. Het rapport geeft aan waar een aantal van de pijnpunten liggen. Maar laat zeggen, Eric Schmidt, waarom moet hij het lezen? Eric Schmidt moet het lezen omdat hij heel weinig weet over wat nou werkelijk privacy is of wat nou werkelijkheid vrijheid van meningsuiting is. Tenzij het over zijn eigen vrijheid van meningsuiting gaat. En iemand uitvogelt waar zijn huis staat en hoe hij op Street View eruit ziet. He, dus geen dubbele moraal wat dat betreft. Eenduidigheid over wat je standaard is. Ja. En Hillary Clinton moet dat omdat... Ja, ik had het misschien ook nog aan de voormalige eurocommissaris van justitie kunnen geven. Omdat ook te vaak daar geldt dat het eigen gelijk gepredikt wordt. Terwijl men dus niet in de spiegel durft te kijken. En totaal vergeet dat ook wij niet altijd het beste zijn bij dit soort vraagstukken. En niet vooraan lopen, maar eerder soms achteraan lopen. We prediken graag mooie vrijheden en via de achterdeur, wat al eerder gesproken van de backdoor, komen ze toch weer terug. En als ik dan helemaal mag afsluiten, als ik nog een derde exemplaar zou hebben, zou ik hem geven aan Hugo de Groot. Want het internetrecht is eigenlijk gewoon een herhaling van het oude zeerecht. Kijk, prachtig. Kijk, helemaal goed. Mevrouw Schaak, tot slot. Ik ga hem natuurlijk digitaal delen, dus wie weet waar die dan terecht komt. Maar omdat mijn collega-panelisten de wereld al zo dichtbij hebben gehaald, wou ik maar gewoon eens beginnen met onze nieuwe minister van Justitie. Ah. Omdat er in het verleden wel eens wat, naar mijn mening, kortzichtige voorstellen zoals hackback zijn gedaan. En die voorbeelden laten precies zien dat wat slim lijkt in de Nederlandse context misschien wel een levensgevaarlijke boemerang oplevert in wereldwijd perspectief. En misschien is dat een mooi startpunt om eens te kijken naar hoe recht en internet ook in Nederland essentieel zijn en hoe we onze leidende rol inderdaad op een goede manier in kunnen vullen, thuis en in de wereld. Dank. Dames en heren, tot zover. Mag ik een groot applaus, mevrouw Schaak, de heer Van Gemert, de heer Van Eyck. Dank u wel. Dank. Hartelijk dank. Dames en heren, de WR heeft met het rapport en de discussie daarover willen duidelijk maken dat het voor de toekomst van het internet cruciaal is dat de publieke kern met mevrouw Schaken sprekende publieke waarde van het internet behouden blijft en dat dat niet vanzelf gebeurt, dat er actieve beleidsinspanningen voor nodig zijn, internet governance, internationaal, maar natuurlijk ook breed nationaal. We hebben de indruk dat die boodschap is opgepakt. We hebben de minister gehoord, we hebben het debat gehoord. We hebben ook de politieke opdrachten gehoord die vanuit het panel zijn uitgedeeld. Er ligt nog wat huiswerk, dat is ook duidelijk. We zijn ook heel blij dat dit kan worden meegenomen in het binnenkort te verwachten congres om de Global Cyberspace activiteiten hier in Den Haag over 2 weken, waarvan de voorzitter hier aanwezig is. Ulrike, ook het debat kun je meenemen. We hebben ook gehoord, er komt een Engelstalige versie en ook een Engelstalige policybrief die daar beschikbaar zal zijn. Ik wil Ruben Maas hartelijk danken. Ik wil het panel hartelijk danken. Ik wil de projectgroep hartelijk danken. Dennis Broeders, Erik Schrijvers, Lisa Vermeer en Mark Bovens. En ik wil u allemaal uitnodigen voor een lunch. U kunt dan ook de projectgroep nog vragen stellen als u dat wilt. En het rapport ligt voor u klaar. Dank u wel.